Welcome to my V channel. My name is Vicky. Was born in Dominican Republic, raised in Aruba, Puerto Rico, and the United States, and lived for the last past 30 years in the Netherlands. Mijn leven en mijn werk. My sport is my passion, my life and also my work. We hebben twee fantastische oefeningen voor jullie in petto. We have two great exercises for you. We hebben buikspieren, benen en billen. We have abdominals, legs and also for your bottom. Kijk maar, watch it. In deze aflevering wil ik over voetverzorging of pedicure hebben. In this episode want to tell you a little bit about pedicure treatment. Wees lief voor je voeten, want ze brengen je echt overal. Be kind with your feet, cause they will bring you everywhere. With your nails and all the nails are damaged, you have two choices: to use at home tea tree oil every day, a drop on your nails, and second choice is to use the laser. Go to a salon who are professional and let your nails treat your nails, because if you don't start now, in a couple of years all the nails will be damaged. So I will treat this girl with a laser treatment, a jack laser, and this treatment, she have to come every 6 weeks to repeat the treatment till the nails are healthy. Het is heel belangrijk om voor jezelf te zorgen. Begin bij je voeten. Very important to take care of yourself. Start with your feet. Ik adviseer om de 8 weken een pedicure behandeling. I recommend you to take every 8 weeks a pedicure treatment. Is niet alleen maar lekker, maar ook gezond. Is not only the pleasure, but also healthy. Mijn speciale gast van vandaag is Sita Willemsen, geboren en getogen in Amsterdam. Zij is een personal training en gewichtconsulent en een all-around groeplesdocent. My special guest today is Sita Willemsen. She was born and raised in Amsterdam. She is a personal training and weight consultant and an all-around fitness teacher. Ladies and gentlemen, I introduce to you Sita Willemsen. Hey Sita, super leuk dat je hier bij V-Channel bent. Welkom. Dank je, Vicky. Wat leuk dat je dit doet. Geweldig. Echt ja. Heel goed. Nou, we zijn super blij dat zij natuurlijk hier mee mag doen. En dat ze natuurlijk ons de eer heeft en vandaag vrij heeft genomen om vandaag bij onze tabletalk aanwezig te zijn. Nou, we gaan ervoor, hè. Onze eerste vraag voor jou, hè. Hoe lang ben je als sportdocent, Sita? Nou, dat is echt al heel lang. Ik ben begonnen in 1999 als ondernemer.
En daarvoor sportte ik natuurlijk ook zelf. Maar toen was ik begonnen als groepslesdocent. Een tijd terug weer, ja, hoor. Ja, heel lang geleden. Ja. En daarna ben ik ook fitnessbegeleiding gaan doen. En uiteindelijk personal training, gewichtsconsulent. En ook coach sinds kort. Ja, dat doe je best wel veel, hè? Ja, best veel. Jeetje. Nou, in die groepslessen ben ik wel wat geminderd. Maar ik vind het nog steeds heel leuk. Dus ik stop en daar niet gaat het mee. Om, hè? Dat je een beetje plezier hebt ook in je werk. Absoluut, want de dag dat je opstaat en dat je geen zin meer hebt om naar je werk te gaan, is de dag dat er iets anders moet komen of dat er iets moet veranderen. Ja, helemaal goed. Ja, ja. En ik vind zelf ook, misschien soms heb ik ook geen zin, hoor, want ik heb ook niet altijd zin. Maar als ik bezig ben, dan vind ik het altijd leuk. En daar gaat het om. Dat je gewoon een beetje geniet van je werk en plezier hebt. Ja, ik denk, dat vind ik ook, hoor. Is sport altijd je passie geweest? Al vanaf kleins? Of, nee, helemaal niet. Gek genoeg. Wat heb je vroeger gedaan? Nou, ik kom eigenlijk uit een echt een heel kunstzinnig, artistiek, intellectueel gezin eigenlijk. Dus er was sport helemaal niet belangrijk. Niemand deed aan sport. Wauw. Ik was destijds scenario schrijver in opleiding. Heb ik ook afgemaakt. Heb ik ook aan de HKU, Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, kijk, heb ik dat gedaan. Dus heel ik ben wat eigenlijk anders, hè? Scenario schrijver. Maar wat was er toen? Het begon eigenlijk zo. Ik zat op jazzballet. En dat deed ik dan bij Barry Stevens in de jaren 90. Begin jaren 90, eind jaren 80 misschien nog. En op een gegeven moment werd de sportschool, het werd een sportschool. Dus de dansschool ging weg. Ja. En het werd overgenomen door een gym. En toen kreeg iedereen daar een abonnement. En toen ben ik gewoon maar, dat ben ik maar gaan doen eigenlijk. Helemaal niet, dat doen we dan maar. Een beetje gewoon terloops. Ja. En ik vond het hartstikke leuk. En uiteindelijk was er een docent. En die zei van, je sport zoveel. En, want ik had helemaal de smaak te pakken gekregen. Dus ik had er nooit zelf opgekomen. Maar zo ben ik er een beetje ingerold. En toen zei die docent van, waarom ga je niet docentopleiding doen? Ja, die docenten die zien het talent, hè? Die ontdek je vaak ook in je eigen lessen. Dat klopt. Ja, en ik had toen, destijds was ik net afgestudeerd. En dat was nogal moeilijk met scenario schrijven. En met dat lesgeven ging het zo makkelijk. En het was zo leuk. En ik had zoveel plezier erin dat ik uiteindelijk bijna niks mee heb gedaan met mijn studie. Wow. Dus ik ben helemaal de sport ingegaan en niemand had het ooit verwacht, van mijn hele familie niet. Ja, nee, maar we hebben in ieder geval een goede sportdocent hier, hoor. Dank u wel. Hoe was je als sportdocent tijdens de lockdown? Hoe was het voor jou in deze periode? Want voor iedereen natuurlijk, of voor mezelf ook, was in het begin even switchen om even niks te doen. Uiteindelijk als sportdocent doe je altijd wat. Hoe was het voor jou? Nou, ik was behoorlijk geschrokken. Ik denk zoals iedereen, hè? Jij ook waarschijnlijk. Wow. Mijn inkomsten, wat ga ik doen? Ja, heftig hoor. Het was echt even pittig. En toen heb ik een paar van mijn klanten, personal training klanten, die wilden nog buiten trainen. Maar een heleboel zei gewoon, we wachten wel tot het weer open gaat. Toch bang, hè? Mensen waren toch een beetje, in het begin vond het eng. Echt iedereen, ikzelf ook. Ik ging echt naar de supermarkt, durfde ik niet langs iemand te lopen. Ja, dat is nu wel een beetje anders gelukkig, maar het was toen heel heftig. En ook door de Italië-verhalen en zo. Ja, ja. Maar destijds vond ik het ook wel erg, want ik had met heel veel klanten natuurlijk maandenlang iets opgebouwd. En dan ineens, wacht wel even. Dus ik dacht, als het nou maar niet helemaal instort of zo, hè, onze doelen die we bereikt hebben. Maar goed, er zijn een heleboel inmiddels weer terug. Nou, ik begon toen ook met Zoom-lesjes te geven via ShapeAllIn, de sportschool Sport City, ShapeAllIn, waar ik voor werk. En dat was hartstikke leuk. Dat was wel grappig, ook even iets nieuws. Ja, maar de uitdaging ook, hè? Ja, vond ik eigenlijk wel grappig. En je ziet ineens iedereen's huiskamers, honden, kinderen, weet ik veel. Ja, ik moest het wel leuk. Maar uiteindelijk was er een collega en die zei van, waarom begin je niet met zo'n trainingsapp? Want dat deed zij ook. En toen ben ik begonnen met een trainingsapp, heb ik opgezet. En dat heet Core Crusher. Dat is 15. Ja, heel leuk. Ik doe het nog steeds. 15 minuten per dag workout met de nadruk op core, maar wel full body. En dan heb je een app, alles staat erin. En dan doe je 15 minuten per dag, 5 dagen per week. En het is €15 per maand. En kijk eens aan, jongens, hè. Niet hoe duur, makkelijk kunnen we het maken? Laagdrempelig. En ik had binnen de kortste keren 70 klanten. En toen had ik toch wat inkomsten samen met mijn trainingen. Dus, en ik ben gewichtsconsulent, daar heb ik nog wat
Zoom-consulten gedaan, ja, of in het park of zo ook wel gedaan. Nou, je hebt het in ieder geval overleefd en je hebt in ieder geval ook werk aan gehad ook, hè? Gelukkig wel. Want al die creatieve mensen, die moesten opeens wel een knop switchen om andere dingen ook erbij te doen, hè? Ja, echt. Ja. Oh. En het was, ja, ik ben toch blij, want ik had die Tozo natuurlijk aangevraagd, die uitkering. Ja, natuurlijk, ja, meteen die gedaan. Heeft iedereen. Maar ik moet hem gewoon terugbetalen, want ik heb uiteindelijk gewoon kunnen verdienen. En eigenlijk was ik daar heel trots op. Ja. Want ja, hoe leuk is dat eigenlijk? Dat je gewoon jezelf kan bedruipen en ook iets nieuw, een nieuw ingang vindt voor. Ja, nu maak ik heel veel YouTube-video's. En het leuke is ook, vroeger maakte ik die ook wel eens, niet zo vaak. Maar in de coronatijd natuurlijk vaker. En vroeger maakte ik ze altijd met een muziekje eronder. En als het verkeerd ging, dan ging ik het helemaal opnieuw editen en overdoen. En nu, ja, als er iets misging, liet ik het er gewoon in. It is live. Ik ging kletsen, mensen vonden het leuk. En ik kreeg allemaal mails, oh wat leuk, je doet het fout. En jij bent ook een mens of zo. Mensen vonden dat veel leuker. Ja, maar dus, we zijn niet perfect, wij kunnen ook fouten maken, hè? Precies, ik doe helemaal niks perfect. Ja, ik bedoel, we doen wel dingen goed, maar we kunnen ook niet alles, weet je? Nee, ik vond dat ontzettend leuk. En ook, ja, ik bedoel, ik hou gewoon van vrolijkheid, een beetje leuk. En dat kon ik heel goed leuk in die video's ook verwerken. Leuk, leuk. Ja. Ik ben ook een fan van Sita ook, hoor. Ja. Nou, ik ook een fan van Vicky, hoor. Bestaan je klanten kring veel uit vrouwen of mannen? Nou, dat wisselt. Ik heb echt van alles wat eigenlijk. Maar wat wel grappig is misschien om te vertellen, ik ben dus al sinds 1999 ondernemer. Zo, dat is een tijd terug. Dat is heel lang geleden, maar ik heb nooit een businessplan, een, hoe noem je dat ook weer, een bedrijfsplan. Ja, een bedrijfsplan hoeven schrijven, want ik heb nooit financiering nodig gehad. Nee. En ik heb een tijd geleden heb ik een opleiding gedaan tot gewichtsconsulent. En daar moest ik zo'n plan voor schrijven. Je hele project. Ja, en dan moet je. En ik was heel verbolgen van, waarom moet ik dat? Ik ben al heel lang ondernemer. Ik had er helemaal geen zin in. Weet je, dat je denkt van, waarom moet ik dat nu nog doen? Als ik zo lang ondernemer ben. Maar het is wel een spiegel om je te kunnen dingen te kunnen herkennen die je kan verbeteren. Het was een fantastische oefening. Dus uiteindelijk, met mijn chagrijnige uitstel en geen zin, heb ik het uiteindelijk gedaan. En dan moet je dus inderdaad je hele doelgroep verwoorden. En mijn doelgroep is dus meisjes van 40 plus. Dus zeg maar vrouwen die. De nieuwe 30, hoor. Ja. Dus zeg maar vrouwen die zich van binnen nog meisjes voelen, maar dat ze denken van nou, we willen ons weer nog fitter voelen en lekker in shape zijn. En dus dat. Dus dat is eigenlijk officieel mijn doelgroep. Ja. Maar dat betekent niet dat ik mensen weiger als ze niet binnen die kaders horen. Ja. Dus ik heb ook veel mannen en ik heb ook wat oudere en jongere vrouwen. Dus eigenlijk van alles en nog wat. Hè? Ja. Van alles maar officieel is dat mijn doelgroep. Ja. Als ik mijn businessplan heb geschreven, was dat mijn grote doelgroep. Ja, nou. Hey, welke is je favoriete fitnessoefening en waarom? Nou ja, daar heb ik er niet één van natuurlijk. Hè. Ik hou heel erg van mijn rug trainen. Het is all around, hè? I love een heleboel oefeningen, weet je nou. Maar er is één oefening wat je zegt, dit is mijn favoriete. Nou, ik vind hem lekker. Ik vind hem ook, daarom wilde ik hem voor de kijkers ook aanleren. Omdat ik het een oefening vind met heel veel elementen erin. En doordat je verschillende spiergroepen gebruikt, is hij heel effectief. Dus het is een lunge en twist. Lunge en twist, jongens. Waarbij je een bovenlijf twist maakt en een lunge. Dus je hebt billen, quadriceps, taille, alles. Eigenlijk meerdere spiergroepen, hè? Ja. Ja. Nou, we gaan zo even kijken naar een filmpje van Sita. Want die heeft een korte filmpje voor ons gemaakt met haar favoriete oefening. Blijf veel kijken. Veel plezier ermee. Yes! Vicky die vroeg mij voor mijn favoriete oefening. Vandaag neem ik de lunge en twist. Ik heb natuurlijk veel meer favoriete oefeningen. Maar dit is een hele fijne oefening. Hij is voor bovenbenen en voor de schuine buikspier. Let op, als je indraait zometeen, trek je de buik in en ga je niet mee bewegen met het onderlijf. De knieën blijven in 90 graden hoek en knijp je billen als je naar beneden gaat. Succes! Nou, we zijn weer terug.
En we gaan natuurlijk verder met onze interview van Table Talk met Sita Willemsen. Je ziet er heel erg goed uit. Wat is jouw geheim? Dank je wel. Look at her. Wauw. Ik kom vaker bij jou in die talkshow, want het is zo ontzettend leuk. Dank je wel. Nou, ik heb niet echt één groot geheim, maar ik ga altijd heel vroeg naar bed. Dus ik heb altijd lang slaap en ik ben ook echt heel erg van de herstel. Dus na een zware training even rustig. En goed je lichaam de tijd geven om te herstellen, heel belangrijk. Dat is één. Ten tweede, vroeger kocht ik altijd van die Dior hele chique huidproducten. Dure spullen. Ja, dure, ja, mooie dingen, weet ik veel. Heel veel geld aan. Ik gebruik gewoon op mijn gezicht calendula, weet je, dat is heel vet. Ja. Ja, dat werkt gewoon het beste. Dus 12, en calendula herstelt ook, hè? Precies. Herstelt, hydrateert. Ja, en het is ook voor wondjes heel goed. Mm. Dus ja, dat soort dingen, dat vind ik een hele goeie. En het kost niet veel, dus dat is heel goed. Ik heb veel meer resultaat bij. Ja. Verder, ja, een beetje 80-20 regel. Dus niet te rigide. Niet alleen maar gezond eten. Gewoon lekker ook een wijntje in het weekend. Ook af en toe even jezelf trakteren. En ontspannen en niet te heavy, weet je. Ik zie het ook vaak bij klanten. Dan gaan ze sap vasten of ze gaan heel intens. Natuurlijk, er zal wel wat resultaat komen. Meteen maar rigoureus, hè? Ja, zo heavy, weet je. En dan denk ik, of bijvoorbeeld mensen. Ja, ik kom bij de sportschool. Ik ga 7 dagen per week trainen. Het is ook echt helemaal niet nodig, weet je. Het is gewoon alles in moderation, met mate. Alles met mate, en jongens. Ook ja, een beetje lief tegen jezelf zijn. Als je echt zo hard tekeer gaat, op een dag is het gewoon niet vol te houden. Ja, meer. Ja. Dus, nou, ja, wat heb ik onthouden van Sita? Vroeg naar bed, neem je rust. Calendula crème, natuurlijk goed voor je huid en herstelt. En lief voor jezelf zijn. Absolutely. Vooral dat laatste. Lief voor jezelf zijn. Ja. Niet streng. Nou, om ons gesprek af te ronden wil ik heel graag voor onze kijkers dat je natuurlijk even uitlegt waar wij jou kunnen vinden. Waar kunnen hun jou vinden? Waar ben je bereikbaar? Heb je een website? Je hebt natuurlijk je businessplan ook gemaakt. Ja, maar dat was alleen voor mezelf. Ja, het was voor mezelf. Ik ben op YouTube te vinden. Als je mijn naam erin toetst, Sita Willemsen. Ik heb een website, sitawillemsen.nl. Of kom, ook beschikbaar. Daar staat alles op, wat ik aanbied. En ik ben op Facebook, heb ik een business page. En Instagram natuurlijk. Wauw, dus, je kan haar overal vinden. Op Instagram, everywhere. Op Facebook, op YouTube. She is all around. Yes, I'm everywhere. Maar ik ben niet op LinkedIn en niet op, of althans niet. Ja, ik ook en niet. En ook niet op Twitter. Ik zit niet, ik ook niet. Doe dat niet. Nou, ik weet niet, het spreekt me niet aan. En het is te veel werk. En ik vind dat zoiets, op zoiets eigenlijk, met de social media's die we op dit moment hebben, Instagram en Facebook en YouTube, kom je al een eind weg. Ja, ik vind Instagram echt heel effectief en leuk. Ja. En daar krijg ik ook vaak wel klanten uit. Mm-hmm. En YouTube is ook leuk, want dan kunnen mensen ook mijn workouts volgen. En dus gewoon, ga maar kijken. Kun je misschien, het staat allemaal in categorieën. Ik heb stretchlesjes, ik heb bovenlijf training, onderlijf, van alles. Ja, dus super. Ga maar kijken. Dus we kunnen Sita Willemsen volgen op alle social media kanalen die er zijn. Behalve Twitter en LinkedIn. Ja. Tot volgende keer. En super bedankt dat jij bij mij V-Channel wilde komen. En bedankt voor je tijd en heel veel succes. Dankjewel, Vicky. Succes met je channel. Dankjewel, Rupert. Doei. Hier our tips and tricks. Hier onze tips en tricks. Nummer 1. Om de 8 weken neem een pedicure. Every each 8 weeks take a pedicure. Take care of yourself. Hou van jezelf en hou van je voeten. Number 2. Gebruik calendula crème voor je huid. Use calendula cream for your skin. Calm your skin and hydrate your skin as well. Kalmeer je huid en hydrateert ook. En number 3. Neem een personal trainer als je niet alleen kan trainen. Als je je doel niet alleen behaalt, neem een personal trainer. If you cannot make it alone, I recommend you to work with a personal training because he is a professional, her or she is a professional and she can help you
to get back in shape. En zij of hem kan jou helpen om terug je oude figuur te krijgen. Succes! Abonneer op mijn YouTube kanaal en blijf update op alles wat gebeurt bij VChannel.nl.